Hier zit ik bij Godfried IJsseling. Je hebt het boek geschreven, Weg van de Eenvoud. Nou, het lijkt me leuk, want eenvoud willen we allemaal. Ja, dat willen we allemaal, ja. En het is er natuurlijk niet. Er is vooral heel veel ingewikkeldheid en complexiteit. Mensen zijn de weg kwijt, hè? Het is levens ingewikkeld, ja. Chaotisch. Daar heb jij een leidraad voor gemaakt. Ja, ik heb een boek geschreven van hoe kun je uit al die ingewikkeldheid nou weer een klein beetje terugkeren naar wat belangrijk is, wat eenvoudig is, waar het echt over gaat. Is het boek voor iedereen bedoeld of misschien wel voor de managementwereld? Ja, het is bedoeld voor mensen in organisaties. Nou ja, heel veel mensen werken in organisaties en ik denk dan vooral aan professionals, managers, adviseurs, coaches, trainers. En is het nou naast het managementboek ook een beetje een psychologieboek? Ja, er zit iets van psychologie in, omdat ik heel erg kijk. Ik begin ook heel erg te kijken naar wat doe je nou eigenlijk als individu in een organisatie en hoe creëer je nou juist die ingewikkeldheid of misschien juist weer die eenvoud. Je bent naast schrijver, wat doe je in het dagelijks leven? Nou, ik werk als trainer en coach bij de Baak. Dus ik werk heel veel met individuen en met groepen. Rond thema's als persoonlijke ontwikkeling, leiderschap, samenwerking. Ja, nou, daar is het natuurlijk het boek een leidraad voor. Ja. Laten we dat boek eens induiken. Er staan natuurlijk legio voorbeelden in, tips in. Die kunnen natuurlijk niet allemaal behandelen. Maar Godfried, noem jij nou eens één tip waarvan je zegt van, kijk, nou komen we weer een beetje bij de eenvoud en bij de rust. Ja, nou wat ik merk, ik werk dus heel veel als trainer in groepen. En dan zit ik voor een groep en die zit in zo'n cirkeltje. En dan willen al die mensen graag een programma. Dat zie ik heel vaak. Ze willen een programma op de flap. Flip over, ochtend, middag, avond, wat gaan we precies doen? Dat hoor ik ze ook vaak zeggen. En dat doe ik eigenlijk niet. En dat creëert heel veel onzekerheid. Doe je dat een beetje expres om ze een beetje uit evenwicht te brengen? Dat doe ik wel expres, ja. Want eigenlijk gaat het er mij over, als je het hebt over leiderschap of over organisaties inrichten, dan moet je je niet afhankelijk maken van de regels, maar dan moet je je eigen onzekerheid overwinnen, zodat je dingen zelf kunt gaan creëren. Ja. Nou, dat is denk ik een heel slimme zet van je, want als ze een beetje uit evenwicht raken, dan kan je aan ze sleutelen. Ja, kun je aan ze sleutelen. En wat je net zei, men moet bij zichzelf beginnen. Hè? Het zit bij jezelf, chaos zit in het hoofd, je eenvoud moet je zelf creëren. Ja. Het ligt niet aan de organisatie, dat moeten de mensen zelf doen. Ja, dat moeten de mensen zelf doen. En dan krijg je, eigenlijk, mensen raken wat uit evenwicht, dat klopt, maar ze gaan ook werkelijk in de spiegel kijken. Is het je enige boek wat je geschreven hebt? Nee, ik heb een eerder boek in 2008, dat heette Persoonlijke Ontwikkeling, Echtheid in Professionaliteit. En dat ging over authenticiteit ontwikkelen. Eigenlijk ook in de spiegel kijken, maar dat was veel meer op het individu gericht. En nu gaat het ook echt over de organisatie. Nou, en jouw tweede boek, Weg van de Eenvoud, ondertiteling De Essentie als Kompas voor Organisaties. Sluit daar weer prachtig naadloos op aan. Godfried, ik wens je hartstikke veel succes met jouw boek. Dankjewel.